Astra, dat is lang geleden. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het heel goed. Mooi. O-nieuws. Mm-hmm. Palmolieproject. Vertel. Palmolieproject is lekker op de voorpagina van de krant. En het heeft mijn eigen catch omdat Suriname al heel lang bezig is om weer een palmoliefabriek in Suriname te zetten, toch? Alleen wanneer ik het artikel lees, is het weer een heleboel zal gebeuren en het zal komen en het zal dit. En de regering heeft de eerste stappen gezet 10 jaar geleden, maar nu is de grond ter beschikking gesteld, maar het is er nog niet. Dus dan is het toch weer een teleurstellend artikel, maar wel mooi geschreven. Tweede item. 's Lands Hospitaal moet zich haasten met renovatie mortuarium. Dat artikel heeft mijn eye gecatcht, om het zo niet correct Nederlands te zeggen, omdat ik zaken doe met 's Lands Hospitaal. Dus ik wil weten wat de ontwikkelingen zijn bij 's Lands Hospitaal. En dan dat ik lees dat ze geld hebben gekregen om hun mortuarium weer nieuw leven in te blazen. Nou, dat is prima. En als ik verder lees dat ze dat geld in tranches krijgen, dan vind ik het helemaal super. Want vroeger in Suriname, als men geld gaf, was het in 1 keer en dan moet je kijken wat je ermee doet. En als je toch niet doet wat je had gezegd tegen de donateurs dat je ermee zou doen, dan krijg je problemen en dan heeft het gevolgen voor verdere projecten, ook voor andere mensen, voor jou en mij. En nu, als je dat geld in tranches krijgt, vind ik het prima, want dan kan je, eigenlijk moet je bewijzen met het eerste deel dat je het kan doen voordat je het tweede deel krijgt. En 's Lands krijgt dus het tweede deel, heb ik gelezen, als ze het werk hebben opgeleverd en dat vind ik prima. Ook mooi geschreven. Broodje kunst, vertel. Broodje kunst. Als ik de krant lees, sla ik het wel heel graag open naar broodje kunst. Eigenlijk alles van Alan, want Alan schrijft gewoon super. Als je dat artikel gewoon leest, het leest vlot. En vooral nog als het over iets interessants gaat. Kijk, broodje kunst, dat komt van alles langs. En vandaag in de krant gaat het over een nieuw event. Of no, ja, eigenlijk is het een nieuw event dat georganiseerd gaat worden. Recycling with a Twist. En dat is super, want ik ben all for recycling. En dan, het gaat erom dat je dus eigenlijk bewust moet omgaan met plastic. In dit geval. En dat gaat dus die event organisator gaat dus dan eigenlijk ons bewust maken op zijn creatieve manier. En daar wil ik heel graag bij zijn, ja. Wat kunnen we dit jaar nog meer verwachten van Astra Sloten? Ha! Wat kunnen we verwachten van Astra Sloten? Oh jee, oké. Sowieso, ik maak muziek. En het jaar is goed begonnen. Ik speel nu elke dag bij Marriott Hotel met vrienden. Dus ik vind het super, super, super. Het is pas januari. Ik probeer niet te veel in het vooruitzicht te leven, want je weet niet wat er morgen gebeurt. Maar ik wil wel goed plannen naar morgen, zodat ik niet honger lijd morgen. dus ik blijf gewoon oefenen op mijn basgitaar. Ik doe sinds kort contrabas, maar echt nog op leerlingniveau, low, low level. En voor de rest wil ik gewoon alles doen dat positief is. Ik ben net ook begonnen met Apura Networks. Dat is een crowdfunding platform in Suriname. Eerste online crowdfunding platform in Suriname. En dus mensen hebben projecten ingediend, goede projecten. En dan kunnen dus anderen doneren online. En dat vind ik ook super. So check it out, www.apura.org. Oké, dankjewel voor je tijd en veel succes verder. Dankjewel en jullie ook. O-nieuws.